Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u er bent. Als neuropsycholoog ben ik vooral geïnteresseerd in, kan ons brein deze veranderingen allemaal aan? Het antwoord is heel eenduidig. Ja, wij kunnen dat aan. Garry Kasparov, de Russische schaakkoning, die in 1997 een schaakspel verloor van een computer, zei daarover, in plaats van ons zorgen te maken over wat machines al dan niet kunnen, zouden we veel beter kijken naar wat wij als mens kunnen dat zij niet kunnen. En zo zie ik het ook. En dat is exact wat ik versta onder authentieke intelligentie. Je uniek menselijke kwaliteiten versterken en gebruiken. Zoals onder andere ons vermogen om ons heruit te vinden, om ons te herprogrammeren. Een mens kan elke dag een nieuw pad verkennen. Een computer kan dat niet. Dus ons vermogen om ons heruit te vinden, om zo ons mentaal kapitaal te verstevigen. Een andere kwaliteit is ons vermogen om in verzet te gaan, om wilskracht te tonen. Een computer heeft geen wilskracht. Een computer zegt no, maar alleen omdat wij hem hebben geprogrammeerd om dat te zeggen. Terwijl een mens kan heel veel lef hebben, tegen de stroom inzwemmen wanneer niemand het verwacht. Een derde uniek menselijke kwaliteit is onze verbeelding, onze creativiteit, ons vermogen om te fantaseren. Het is dat vermogen dat ons uit de donkere spelonken heeft gerukt en een wereld heeft gecreëerd van landen, van mensenrechten, van wolkenkrabbers, van roomijs, van flipflops en ja, van AI. En een laatste uniek menselijke kwaliteit die ik graag met u wil bespreken, is ons vermogen om authentieke relaties met elkaar aan te gaan. Dit vermogen heeft ervoor gezorgd dat wij de heerser zijn over deze aarde. Als mens zijn we in staat om diepere contacten met meer mensen te maken dan eender welke diersoort. En ook al lijkt het dat we vandaag misschien wat vervreemd zijn van elkaar, het potentieel zit er nog steeds. Ik wil graag deze vier uniek menselijke kwaliteiten met u verder bekijken. Ook al bent u totaal niet bezorgd over de robotisering, we varen er allemaal wel bij om deze unieke, authentieke kwaliteiten te versterken. Om meer succes te ervaren, meer geluk, meer betekenis in het leven. Kortom, dames en heren, dit is een unieke kans, een uniek moment om aan onze eigen AI te werken. Twee handen op het plafond. De rechterhand die van de mens, de linkerhand die van de robot. Ook zij zijn in beweging. Maar wie weet waar naartoe? Dat bepalen wij als mens. Zolang wij inzetten op onze authentieke intelligentie, kunnen wij de robot in de juiste richting, de correcte richting meepakken. Wij als mens creëren immers de verandering, zijn de verandering. Dank u wel.